Morgen. Oh. Hij zat zo leuk. Ik had het niet tegen die meneer, maar wat een aardige man. We moeten even onze stemmen warm maken, want warm maken. Oeh, poes. Want we... Oeh, de Lion King. Want wij gaan nu, zijn onderweg naar Radio 538. Zijn radio. Nou, Sjaan, heb je er zin in? Ja. Jij ook? Nee. Oh. Nou, van 11 tot 12. Tot zo, jongens. Doei. Je hebt de kerstkilo's er niet aangegeten, zie ik, Sjaan. Heb je wel gegeten? Ja, waar de komkommer? Lekker, culinair. Komkommer uit de oven. Oh, culinair. Waar gaan we heen? Naar de radio. Yes. Dit een bel. Ah, ja. Nou, gaan we zitten, Sjaan. Ja, ze zit. Druk maar op het knopje. Hallo. Hallo. Hey, hallo. Goedemorgen. Oh, gelijk verloren. Ja, natuurlijk. Hallo. Goedemorgen. Ik zie het een handje geven. Ik zie er anders ook uit. Ook handen. Ja. Dus we gaan dadelijk eventjes bij jullie zitten. Nee, ik ga net even omhouden nog. Kom maar, zo is het koud. Is het koud in de studio. Nee, we gaan nog even voor de deur nog even wat leuks doen. Voor de deur. Deze moet ik omdoen. Ja. Ja. Dat is in het kader van oud en nieuw. Sjaan, help hem even. Kijk, daar is de moeke. Dan moet ik gewoon met mijn lenige benen moet ik daar gewoon in. Dat is ja, ja. Ik ben heel lenig, hè? Kijk, maat 45. Yes, nou, 46. Zo jong voel ik me ook nog. Jij bent klaar voor oud en nieuw. Jerry van de regenboog. Nou, nog lang niet, hoor. Staat me wel. Ja, absoluut. Ja, gaan we erover? Ja. Nou, we zijn bij de Molenwerf 42, bij Saar Radio, een programma Weekend Ochtend Show. En live is live. La 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 la. En ik zie het aan koud jullie. Hier, jullie. Ja, het is koud, hè? Ja, ja. De ijspegels zitten nog net niet aan het dak, maar oké. Okay. Nou, aan huis. Ja, dat bedoel ik. Maar jullie komen gezellig even jullie mooie promotie hier doen. Met jullie kwaliteiten die jullie in jullie hebben, spontaniteit. Maar lievers, ik wil jullie van harte welkom heten. Dankjewel. Bij de Weekend Ochtend Show. Pas op het doosje. Die struikel, jongen. Nou. Nou. Dit is nou een chapeau voor jou. Nou, ik zie heel veel interesse over jullie. Wat een welkom, warm bad. Is het al? Ja. Welk liedje gaan jullie speciaal zingen voor alle luisteraars in heel Zaanstad? En daarbuiten? Zonnestralen. Long Train Running. Hebben jullie nog contact met meneer Kroes? Hij heeft me laatst gebeld. En of we wilden optreden, maar ja, helaas, we konden niet. Vanwege de drukte? We hadden geen zin. Nee, geintje. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar er komt wel vervolg in 2020. Wie weet? Als koor. Als de Volterets. Nee, lieve dames. Ik hoor net van mijn DJ dat ik weer naar de studio moet voor mijn Jerriaans jaaroverzicht. Yes. Oeh. Nou, ik ben benieuwd. Gezellig. We hebben weer nieuwe gasten, zie ik. Twee dames in de studio. Heel goed, dankjewel. De deur dicht. Heb jij nou nog je jas aan? Ja, ik heb een speciaal rokje aangekregen van de dames. Een rokje? Dus ja, ze zitten waarschijnlijk op bronnen, denk ik, in de kinderkringen zitten. Dat ik af en toe een beetje van dolly gekke dingen zou. Ja. Wat hebben we vandaag? We hebben twee dames in de studio. Ja. Chapeau voor you. Ja. Hi. Hi. Hi, ja, je microfoon staat nog niet open.
We hebben jouw jaaroverzicht. Ja. En we hebben Paul nog eventjes van de Zaanse Top 500. Ja. En het weerbericht van Erik. Dus het wordt echt een propvol 2 uur. Goed, dit is de Weekendochtendshow op Zaan Radio. Lekker blijven luisteren. Dames, wat is de bedoeling? Gaan jullie zingen? Kunnen jullie alleen wat vertellen? Gaan jullie, weet ik veel wat doen? Gaan jullie Jerry in elkaar rammen? Wat is de bedoeling? Hebben jullie heel veel USB-stick? Ja, ja. Ach, geweldig. Dat had ik nou niet gewoon meer. Ja. Dat wil je weten. We hebben een error. Ons USB-stickje heeft een beetje een hele sending verpest. Sorry. Heb ik er niks aan doen? Nou. Zelf op het stukje aan het shop opslaan. Oh man. Doe niet. Nee, ik heb vorige week. Nee, luister, we hebben altijd de laatste uitzending van het jaar, de 3J's. Ja. En die komen dan niet zingen, dat dan weer niet. Nee. Maar we hebben wel niet. Jerry Jaans jaaroverzicht. Ja, dat zijn wat voor jaar? Dat zijn de 3J's inderdaad. En ik zou zeggen, Jerry, hoe lang? En ik wist ook niet, maar dit is geen verwijt, dat je mailtjes had gestuurd naar mensen die dus de top 500 hadden samengesteld. Okay, ik kreeg op een gegeven moment een reactie van iemand van ja, ik kreeg een evaluatie van de top 500. Oh, dan zeg ik ook voor niks. Dankjewel voor je bijdrage en tot volgend jaar. We gaan eruit met knallen. Het is een heel speciaal nu, maar doe voor een goede. Hebben jullie een trance-muziek uit je verhaal? Trance? Wat is dat? Trance. Transgender? Nee. Nee, we hebben een goede lied. Wat? Wat wil je doen? Een goede afsluiter. Oh, een goede afsluiter. Jij hebt samen. We gaan afsluiten, hier dan. Shut me down. Heb je die liedje al klaar dan? Alsjeblieft, Shut me down van Getta. Oh, Shut me down. Ja, in ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren. Dit was de Weekendochtendshow van 2019. Doei doei! Doei. Dus. Heel goed. Ik denk jullie bedanken, de dames. Dat dacht ik ook. Ja, dat zou ook wel vanavond voor. Dat jullie hier waren. Ja, zeker. Toch? Ja, ik heb het niet voor niks meer. We staan de hele tijd naar geluid. Ja. Ik zag er best goed uit. Ja, wel. Ik ga het er niet weer krijgen met die internet hier. Goed materiaal. Nou, wij drinken wat vast op. Hè? Ja. Hey, hallo. Dit is de Weekendochtendshow. Nou, het is net 12 uur geweest. Ik wil jullie toch hartelijk danken, in ieder geval, van 2019. Zeker. Een speciaal jaar. Hé, Pas? Jazeker, Jerry. Heel bijzonder jaar. Geen idee. Waarom? Weten we niet. Nee, maar het is een heel bijzonder jaar. Met alle gasten die we gehad hebben. Ja, zeker. En al deze gasten. Ja, ook dat, sowieso. Hoe weet jullie naam alweer, dames? Chapeau for you. Ja. Maar deze dames hebben ook een rok. Ik zal het even laten zien. Deze rok. Die zou, menig, hè? Ja, je zou zeggen van hoe komen ze erop? Maar hoe ben je erop gekomen? We moesten er vanaf. Ik had er geen ruimte meer. Ik dacht, nou, dat zal je sexy staan. Zie je er ook eens leuk uit. Maar ik heb natuurlijk ook iets meegenomen. Oh. Kijk, een proseccootje. Met de dames. En ik wil jullie allemaal vervragen. Ja, gaat dat goed komen? Raise the glass. Dus vast bij deze. Proost op het nieuwjaar. Fijne dagen, gelukkig nieuwjaar. En sneeuw. Ja, proost. Sneeuw. Oh, proost. Sneeuw. Proost, jongens. Hoppa. Chapeau. Voor je Ja, hoor. En 2020 gaan wij verder. Ja, ook met deze twee dames, met de leulak. Ja, zeker. Luilak. Luilak, jongens. En wij gaan in 2020 proberen luilak weer nieuw leven in te blazen. Kijk even op onze site. We hebben een evenement aangemaakt. Facebook. Meld je aan. En dan gaan we met luilak knallen. Wauw. Proost. Yes. Tot volgend jaar. Dag.
Ja, soms, tenminste, met mijn werk met mijn baas, zeg ik hoe jij sommige dingen weet. Simply Red hier op Zaan Radio met Stars. Je zei dat er een filmpje van jou was, dat je aan het dansen was. En hoe? Ja, blijkbaar. Ja, ik heb hem er heel even bij gepakt. Ze waren zelf aan het zingen volgens mij. En daar loopt Tessa dan. Ik zat even, ja, je ziet het op de radio niet. En eerst staat ze nog en dan ineens een soort boogie. Ja, ik kan het niet nadoen. Een soort, ja, zo'n, hoe noem je dat nou? Electric boogie. Een electric boogie. Deed jij gewoon. Ja. Maar wel professioneel. Wel professioneel. Wat, ja, wat leuk. Ik, wat kan je eigenlijk goed dansen, Tessa? Ja, ik ben er anders kunnen. Ja, wat? Let's be. Girls, ja, ik zit lekker mee te genieten hoor. Hij mag wel even luisteren. Hey. Hij is een Rocky. Ik zeg het! Tessa, dankjewel! Bedankt! Adios! Hoe heet je ook weer? Jeremy, ja. Jeremy, jij ja, bedankt voor je inzet! Ja, geen probleem. Jullie bedankt. Ja. Tot ziens! Tot ziens! Ik zie jezelf alweer! Tot ziens! Doei!